in ieder geval heel fijn geweest. En al vlug lag in de wieg in Aalrechtstol. Waren het eerst allemaal Limburgers. Mijn achternaam Kik is een Limburgse naam, omdat mijn adoptievader uit Limburg komt. Diep Limburg. Zo diep. Hij praat over afscheiding en zo allemaal. Dus dan komt diep Limburg. Mijn oma is vol Duits, wat mij dus eigenlijk een kwart Duits maakt eigenlijk. Mijn zoon is de stamhouder nou van onze familie. Dus u ziet ook al start de familie in Limburg en omstreken. Uiteindelijk komt het toch wel goed. En wat was het land waar je moeder jou adopteerde? Curaçao. Oh, daar waar alles zo corrupt is. Ja. Waarschijnlijk duurde het daarom zo lang voordat het afgerond was dan dat aan wie moest betalen. Dit is eigenlijk een beetje hoe mijn familie eruit ziet. Ja, duidelijk, jawel. Het is ook een Limburger foto. Ik weet niet of dat toen al is, maar... Hoe heet je met je achternaam? Engels. Ik ben in... Geen echte Aalrechtsel? Nee. Ik heb ooit alle achternamen die er in Aalrechtsel zijn verzameld. Dus ben ik ook bij alle families van wie ik dacht... nooit van gehoord te kunnen hier taalrecht komen, ben ik aan de deur geweest. Maar is ook aan de deur geweest? Ja, ben ik ook aan de deur geweest. En ik kwam op een gegeven moment ook bij een familie Viuha aan de deur, weet ik nog wel. En die bleken inderdaad ook uit Finland te komen. Ik heb ze toen allemaal gehad. Ja. En toen zijn we zelfs door dat onderzoek van mij, zijn we nog bij via Sjaak's winkel, zijn we naar achter gekomen dat er 12 mensen illegaal naar de Riksel worden. Voor mij was de afkomst... mijn vader was leraar, mijn moeder was lerares, ze is altijd in de universiteit gestudeerd, maar ik had er geen voordeel bij. Nog sterker, voor mij was het eigenlijk meer een zoektocht, want ik wist niet waar ik bij hoorde. Aan de ene kant dacht ik wel dat ik erbij hoorde in Aalrechtstol, maar blijkbaar hoort ik er niet altijd bij. Blijkbaar zijn er momenten dat ik bij een andere groep hoorde, maar ik wist niet bij welke groep. En die zoektocht is bij mij in mijn jeugdjaren eigenlijk een beetje een rode draad geweest van allerlei keuzes die ik heb moeten maken. Of gemaakt werden door mij. Het was bijvoorbeeld iets, mijn jeugdjaren was op 7-jarige leeftijd bij standaard op mijn blokfluit. Onder blokfluit was het. Op blokfluitles. Dat deed ik gewoon. Ik begon met een jaar tikken. En daar kon ik dan heel goed schijnbaar en optimaal tikken. Ik heb nu nog voordeel bij het rossen. En daarna blokfluitles. Maar na die 2 jaar, wij gingen toen in mijn tijd ook de meeste naar de harmonie. En ik vond de harmonie eigenlijk helemaal niet stoer. Tenminste, ik was nog nooit op een feestje geweest waar iemand zei van nou, om de stemming er even in te brengen. Ik pak even mijn dwarsfluit en dan gaan we los. Dus ik moest echt goed nadenken van welk instrument ga ik spelen. Wat vind ik mooi. En uiteindelijk had ik gekozen voor een trompet. En een trompet blinkt. En blinkt hard. Het heeft een mooie melodie vaak. Dat je korpsen hoort of kapels of wat dan ook. Dus ik had trompet gekozen en ik ging dus naar een man die de instrumenten beheerde, ik belde aan, hij liep op. Hé Marlon, ken je hem ook al? Ja, ik ken je ook al. Ja. Wat kom je doen Marlon? Ja, ik kom bij de harmonie dan. Dat is leuk. Welk instrument ga je spelen? Ik wil graag trompet spelen. En dat was ook weer wat hij toen zei, dat was ook weer zo'n moment waar ik dacht van, oké. Want hij zei tegen mij van, goh Marlon, dat gun je mij niet lippen. En dus, echt waar. Ik heb 9 jaar met plezier klarinet gespeeld. En die jongen langs mij, die had blijkbaar goede lippen. Kun je zien dat het fake die jongen is? Maar op dat moment, van, maar
Ja, in Amerika schijnen mensen er wel te zijn. Maar dat is toeval. In Aal Riksel had hij dat nooit voor elkaar. Nee. En wat mij van Aal Riksel heel erg bijstaat van vroeger, was de enorme scheiding tussen arbeidersjongens en kinderen die niet van arbeiders waren. Het was eigenlijk ook vanzelfsprekend, en mijn vader had dat misschien zelfs ook wel het liefst gehad, dat ik de ambachtsschool zou doen. Dat was eigenlijk voor de hand liggend als arbeidersjongen. Want in mijn tijd had je de MULO, de ambachtsschool en de HBS. En later heb je het MAVO-HAVO systeem gekregen. En toen ik uiteindelijk toch op de een of andere manier koos voor de MULO, hoe dat precies gekomen is, weet ik niet. Toen was eigenlijk het volgende vanzelfsprekend dat ik bij Zwaard op kantoor zou komen werken, als ik klaar was met die MULO. Ja, dus verder studeren, dat was iets wat bij ons in feite gewoon niet bestond. Wij waren ook een volkomen ongeletterde familie. We hadden thuis één boek. Tot mijn 15e hebben wij thuis één boek gehad. Hoe aan de boek zijn gekomen is mijn raadsel. Maar dat was Archie de Man van Staal. Ja? Dus een stripboek. Ja, Archie de Man van Staal. Nooit geweten hoe dat bij ons in huis is gekomen. Ja? Hier zie je mij staan. Ik kan niet precies zeggen hoe oud ik hier ben. Maar zoals ik me hier zie, denk ik dat ik een jaar of 12, 13 moet zijn. Je ziet mij achter het huis staan. En als je denkt, die jongen die moet wel in een achterbuurt gewoond hebben, dat klopt. Dat is niet zo erg. In die straat woon ik nou. Paar deuren verder. Wij wonen op nummer 59. Waar woon je? Wat is jouw huis allemaal? 79. Dat scheelt niet heel veel. Dus mijn vraagteken bleef eigenlijk altijd wel. Dus waar jij doelbewust op zoek ging, of doelbewust, of eigenlijk goed wist bij welke wij je hoorden, was mijn wij onduidelijk. Hij bedoelt nou met een lange ei. Nou, van die wij dus wel. Nou, want er zit wel iets merkwaardigs in. Ik kom er nu pas achter. Zoals jij vertelt, lijkt het heel sterk te zijn. Je hebt een soort van zoektocht gehad om tot een wijgevoel te komen. Ja. En bij mij is het eigenlijk een zoektocht geweest om onder dat wijgevoel uit te komen. Ja, ja. En naar het ikgevoel te komen. En bij mij is dat, daar kom ik straks over te spreken, is dat gelopen via de taal. Maar tegelijkertijd was die taal die ik ontdekte en de literatuur die ik ontdekte, stond ook zo ver van mijn ouders af dat ze dat ook niet snapten. Mijn vader die heeft ook nooit gesnapt wat ik gestudeerd heb. Dus daar vroeg je ook elke week als ik thuis kwam, wat studeerde je nou eigenlijk? Ja? Ik ga misgelopen. En toen liep Bernard Verbeek aan de ene kant van het kanaal en Gerrit Verzunnet aan de andere kant. En Bernard Verbeek keek zo steeds naar de andere kant van het kanaal en dacht bij zichzelf, volgens mij moet daar Gerrit Verzunnet zijn daar al. Maar hij wist het niet zeker, dus hij loopt door in de richting van de Laver. En Gerrit Verzunnet aan de andere kant van het kanaal, die kijkt ook zo het kanaal om en denkt, daar moet Bernard Verbeek zijn. Maar hij wist het ook niet zeker, dus hij loopt ook maar door. Een paar honderd meter verder, Bernard Verbeek kijkt zo een keer, denk ik, daar moet Gerrit Verzunnet zijn. Gerrit Verzunnet kijkt ook een keer het kanaal en denkt, je moet Bernard spreken. Maar ze wisten allebei niet zeker, dus ze lopen door, komt hij vlak bij die Laarbrug. En Bernard Verbeek kijkt nog een keer het kanaal en ik denk, nou, ik weet bijna zeker, daar is dat. En Gerrit Verzunnet kijkt ook een keer, ik weet bijna zeker, dit is Bernard. Enfin, ze komen bij die Laarbrug en denkt Bernard Verbeek, weet je wat, ik steek de brug over, dan weet ik zeker of het is. Maar Gerrit Verzunnet komt op hetzelfde deed, die denkt, ik steek de brug, komen ze elkaar op het midden van de brug tegen, zijn ze het geen van twee. Is dan weer niet waar. Maar het was typisch Bernard. Het was typisch Bernard.